Nou Helle, we zijn hier in Gouda. Je hebt hier een eerste workshop gedaan bij Genie Huisman. Ja, klopt. En, nou, vertel eerst eventjes voor de kijkers wie je bent. Nou, ik ben Helen Patterson en ik ben in 2006 met biodanza in aanraking gekomen op het Eigentijdsfestival. De eerste keer de biodanza tent ingegaan en eigenlijk direct verliefd op de biodanza. Het deed wat met me en iedere keer trok ik er weer naartoe en wilde ik weer en weer en weer dansen. En vriendinnen die zeiden van, oh Helen, hier moet je wat mee doen, dit is jouw ding. Maar steeds uitgesteld en 3 jaar later toch besloten, ik ga de opleiding doen. En ja, dat was een magische tijd, was hartstikke leuk, gebeurden prachtige dingen. Maar voordat we verder over praten, die betovering, hè, dat je die vonk krijgt van biodanza, dat zie je bij meer. Ja. Want in één keer komt dat binnen en dan weer ermee verder gaan. Wat is dat, die betovering? Ja, bij mij, ik voelde echt van, ja, biodanza is de dans van het leven. Maar biodanza was bij mij ook... Ja, het liet mijn hart dansen. Echt, ik voelde mijn hart helemaal dansen, in de aarde dansen, maar ook de lucht in. En ik voelde mijn vuur en ik voelde mijn passie. En ja, waar ik een hele tijd in mijn leven niet blij met mezelf was, voelde ik nu van wauw, ik voel mijn eigen schoonheid, mijn kracht. En ja, dat dansen van mijn hart en het gaan stralen van mijn ogen, dat gebeurde in de biodanza. Het grappige is, er zijn natuurlijk 100.000 stijlen in dansen. En naar biodanza blijkt dit dus voor elkaar te krijgen. Ja. Die raakt iets. Ja. Wat ja, is dat? Het is een combinatie van specifieke dansen of oefeningen met bijpassende muziek. En dans is ook een oergebeuren. Vanaf de oertijden is dat er al. Het is een manier van communiceren bij geboorte, bij trouwen, bij overlijden. Er werden allemaal dansen gedaan om de regen aan te roepen voor een goede oogst. Dus het is iets wat we in onze cellen hebben. Op het moment dat we geboren worden, het eerste wat gebeurt is een beweging de wereld in. En dat is eigenlijk wat dans is. Dus ja, weet je wel, iedereen kan meedansen. Op het moment dat je ademt, dan kan je al dansen. Want je kan het heel extrovert doen, maar het kan ook heel klein en heel intens. En iedereen heeft dat in zich. Je ziet het in de stad, zo'n muziekorgel. En je ziet een paar kleine kinderen, die beginnen meteen te bewegen. Dat zit erin, dat zit in onze genen, die beweging. Ja. Nou, het mooie is, je kan heel erg goed aanzien dat je nu helemaal die energie zet. Je hebt een vivencia gedaan. Ja. Open je hart was het thema. Dat, dansen vanuit je hart. Ja, en dat is gewoon mijn levensthema. Dus toen Genie vroeg van of ik hier wilde... een dansworkshop wilde geven en wat het thema mocht zijn. Ja, toen hoefde ik eigenlijk niet lang na te denken. Toen voelde ik, ik moet een thema doen wat ik ben. Want wat ik ben, dat kan ik ook mooi doorgeven aan een ander. En, ik heb gezien dat het hart werd ook heel vaak gebruikt, hè, in de workshop. Dat heb je meerdere malen echt heel goed laten voelen. Ja, je hart kan je overal in meenemen. En of dat in ontmoetingen zijn met een ander of in een ontmoeting met jezelf. Of waarin je voelt dat werkelijk al het leven met elkaar verbonden is. Dat gaat vanuit dat hartcentrum. Ja, nou is dit publiek voor jou nieuw, hè? Dat is de eerste keer dat je in Gouda bent. Dus de meeste mensen ken jij niet. Hoe vind je dat ze reageren op jouw workshop? Nou, ik heb hele leuke reacties gehad. En ook tijdens de workshop zelf. Ik zag iedereen enorm enthousiast meedoen. En, dat gaf voor mij een heel goed gevoel. Hele fijne energie. Ja. Ja, nou, dat is ook heel goed te merken. Dat is een fantastisch mooie flow. Nou, op dit moment horen we een DJ die volgens mij heel goed erop aansluit. Ja, heerlijk. Ja. Vind ik ook heel belangrijk in feesten dat ook de muziek daarna een beetje aansluit op de vivencia. Want mensen zijn in een bepaalde stemming. En als ze dat dan mee kunnen nemen in de muziek die daarna komt, dat is geweldig en dat is heerlijk bij Caroline. Ja. Dan heb ik toch nog een persoonlijke vraag aan jou. Ik heb veel biodanza workshop masters geïnterviewd en iedereen is anders. Hè? Als we nou over jouw signatuur hebben, wat jou nou echt anders maakt dan de rest. Heb je dat, zo'n soort signatuur? Ja, ik denk dat ik echt enorm vanuit mijn hart dans. Dat dansende hart en die stralende ogen, dat gebeurt gewoon direct als ik met de biodanza bezig ga. En mensen zeggen dat heel kenmerkend voor mij is. En wat iets is wat ik heel erg heb in de dans, dat is de lichtheid. Ik ben heel erg lichte dansen, dat opstijgende, dat
Dat is mijn ding, dat vind ik heerlijk. Dan heb ik het gevoel dat ik de hele wereld daarin kan omarmen. En, ja, ik moet zelfs zeggen, de vuur- en aardedansen, die waren ook stevig. Ja, ik heb natuurlijk veel geoefend. Want in het begin kreeg ik er wel eens de kritiek tijdens de supervisielessen van... Helen, zelfs je aardedansen, daar zit te veel lucht in. Dus ik ben echt heel erg met dat aarde bezig gegaan. En dat is ook heel heerlijk. Dat, al die elementen die heb je nodig, zowel de aarde als de lucht... Als het vuur, als het vloeiende, het meegaan met je stroom. Dus, ja. Wat ik ook nog zag is het plezier, de fun factor, die kwam heel duidelijk naar voren bij jou. Ja. Daar ben je ook echt op uit? Op uit, dat gebeurt gewoon. Het gebeurt vanuit wie ik ben. En ik geloof als jij leeft vanuit je hart, dat daar ook ontzettend veel plezier uit voortkomt. Ja. Dus ja, dat is niet direct van, goh, ik wil nu heel veel plezier creëren. Nee, weet je, ik ga met iets aan de gang en dan ontstaan daar dingen in. Ja. Ja, ja. Nou, als je nou terugkijkt op je workshop zojuist in Gouda, wat was heerlijk, je... heerlijk. Ja, ik begon en toen was ik toch nog best wel een klein beetje nerveus. Ja, nieuwe omgeving, nieuwe mensen. Maar als je dan eenmaal aan het praten bent en bezig bent met de mensen, dan is het heerlijk en... Ja, dan voel je, dit publiek verstaat elkaar en dat is fantastisch. Verhaling valt bij. Ja, absoluut. Ja. Dankjewel. Graag gedaan.